Een bijzondere locatie, dat mag je zeker zeggen, Karin. Dit is namelijk hier de oude watertoren in Lutte. Als je in deze buurt hebt gereden, dan herken je hem ongetwijfeld. Hij torent boven het landschap uit. Hij is in 1932 gebouwd, heeft altijd dienst gedaan als watertoren. Bijna 50 meter hoog. En nou in één keer is het een bed and breakfast geworden. Tenminste, dat moet het worden. Dat gaat over 2 weken gaat het open. Gerrit en Frida Riks, jullie zijn eigenlijk de bedenkers ervan. Hè? Jullie wilden hier een bed and breakfast van maken. Hoe bedenk je het eigenlijk? Nou ja, ik had de boerderij en ik zag eigenlijk een nieuwe uitdaging. We zagen eerst een ander pand en toen kwam in één keer dit op ons pad. Ja, de boerderij. Ja. En dan denk je in één keer kopen toren. Nou ja, goed, ik was een beetje. Ik heb een plantenkwekerij en ik wilde eigenlijk weer een andere uitdaging. Dan was je zoekende. Ja. Nou, in ieder geval, mooie kamers hier. We hebben al een kleine rondleiding gehad, dus we lopen even mee naar binnen. Het is in ieder geval een kamer die min of meer representatief is voor alle andere kamers die hier ook zijn. En dan zie je naar binnen lopende dat er toch zeker sprake is van enige luxe hier zo. Mag ik wel zeggen? Het ziet er keurig uit, Frida. Nou ja, daar hebben we ook hard ons best voor gedaan. En het is natuurlijk voor iedereen wat wils. Maar ja, we hebben toch geprobeerd om hier de kracht van het pand een beetje te benadrukken. En toch comfortabele, warme sfeer. Want dat wil je natuurlijk toch op je bed and breakfast kamer, annex hotelkamer. Ja, wat is nou het verschil eigenlijk tussen een bed and breakfast kamer en een hotelkamer? Als ik hier zo loop, even rustig met me mee. Als ik hier zo in de rondte kijk, dan denk ik, nou ja, het is gewoon een hotel toch? Nou ja, in principe heeft het de kwaliteit van een hotel. Je hebt een eigen badkamer met een eigen toilet. En je hebt wifi, je hebt tv, eigen zitje. Dus we proberen inderdaad de standaardkwaliteit van een hotel weer te geven. Maar wel de gezelligheid van de bed and breakfast. We hebben ook gezegd van, we hebben hier beneden een loungeruimte. Daar kan iedereen gewoon lekker koffie en thee zomaar pakken. En dan kan je elkaar ook ontmoeten. Want daar gaat het uiteindelijk om in een bed and breakfast. Dat is ook het ontmoeten. En het gaat ook om het pand op zich. Het moet niet een hotel worden, maar het moet echt een bed and breakfast. Dat je ook even het verhaal erachter hoort. Ja, het moet sfeer zitten. Toch, ik denk als mensen hier ooit zijn geweest, hier in de watertoren in Lutte, die zullen het absoluut niet meer herkennen, de binnenkant, toch? Want er is enorm veel aan versleuteld. Er is enorm veel aan versleuteld, maar eigenlijk is het gebouw toch intact gebleven. Want alles is erin gebouwd. Het was een loze ruimte, het was een open ruimte. Er zijn wat ramen binnen gemaakt. Maar als je zou willen, is het pand nog steeds intact. De tank is nog intact. Je zou zo weer water in kunnen doen. En dit was gewoon een ruimte die nooit benut is geweest. Nee, we zijn net even boven op het dak geweest. Betoverend uitzicht heb je daar, hè? Over zo'n beetje de hele provincie kun je kijken. Is wel lekker, hè? Nou, dat is zeker lekker. Want ja, zeker op een warme zomerdag. En je ziet dat en je kunt de Holtenberg, de Lemelenberg tot in Duitsland zie je. En dan denk ik, ja, dat is zo geweldig. Maar wat Gerrit ook vaak zegt, met buien die eraan komen, hagelbuien. Je bent ook onderdeel van de elementen hier. En dat is ook een beleving. Ja, en als de Russen ooit komen, je weet het niet, dan zien jullie ze als eerste waarschijnlijk. Ik denk het wel, want je gaat een militaire vliegroute overheen. Dus hier zit net het knikpunt. Dus, Even tot slot, en zonder heel veel reclame voor jullie te maken, maar het is inderdaad een prachtige, mooie locatie nu al. Je hebt 8 kamers. Ben je van plan om het heel erg uit te breiden? Want deze toren is nog niet voor de helft benut nu. In de toekomst misschien, maar we willen eerst gewoon eens even lekker draaien, eens even kijken wat mensen ervan vinden, zelf even voelen hoe we het vinden. En het is nu nog voor mensen die goed ter been zijn, want we hebben nog niet een lift. En als we verder gaan bouwen, willen we toch eigenlijk ook die lift erin. Dus we hebben gezegd dat dan eerst. Ja, hoop trappen hier, jongen. Echt, we hebben geklommen net, zeker een kilo afgevallen. Maar dat was het al waard. Uitzicht is prachtig in deze locatie. En je mag toch rustig zeggen, Karen, dat Overijssel er wel een hele unieke slaapplek bij heeft. In Lutten, notabene, of all places.